Hoe gaat die? Heel goed. Heb je het een beetje kunnen vinden? Ja. Ja? Ja, ik had een goede routebeschrijving. Geniet van de zomer. Ja, mooi. Pff, jezus. Je bent echt een beetje je randje aan het verliezen, lijkt het wel. Vind je dat echt? En ik denk dat ik een betere leven zou hebben als ik bij je moeder zou blijven. Zeg. Hoe zou u het eten van bijvoorbeeld uw vrouw corrigeren? Zou ik niet doen, want dan krijg ik ruzie. De eerste keer was heel spannend en alles was nieuw. Ja, ik wil feitelijk niet discrimineren, maar omdat het me nou overspoelt, lijkt het dat ik toch discrimineer. Laten we eerst kijken. Eerst kijken? Nou, dan gaan we meteen kijken. Prettige, lieve Sarah. Natuurlijk kan je zwanger raken van zoenen. Onthoud, wij zijn er voor you. Nieuw, het middel tegen hardnekkige recessies. God, nu verkrijgbaar bij uw dichtstbijzijnde Pinkstergemeente. God let op je en ziet je altijd. Wel alleen, maar ik zal daar niet aan toegeven. Mag ik misschien even in uw woonkamer staan als kerstboom? En toen ging er even iets mis. Kerst in mijn hart is elke dag, niet alleen 24, 25. We hebben bij de AIVD twee grote problemen. De nieuwe update van iOS 7 ziet waar je bent en hoe laat je daar bent geweest. Ik heb hier documenten waarin staat dat jij hebt afgekeken. Die kleine lijkt een beetje op Wally en die grote is net een sperma. Ze zoeken allebei donkere plekken op om er licht te brengen. Het zijn dus eigenlijk net engelen. Ja! De echte kaaskop, man. Fucking 60 euro. Geen toegang tot sauna, geen toegang tot zwembad. Lijkt me geen goed idee. Nee. Moet ik een aanslag plegen? Dat is waar. We hebben allemaal afgekeken. Hup, hup. Waar mijn truc? Nou, dat is best wel leuk. Hiermee maak je het gerecht veel beeldender. 14 boeren met een sociale contactstoornis en veel koeien met dikke uiers. Dit is de boer en zoekt het door. Heb je het een beetje kunnen vinden? Hier? Ja. Ja, okay. Ik had een routebeschrijving aan jullie opgestuurd. Echt? Het wordt steeds professioneler hier. Ja. Goed gedaan.